muziek zegt vaak iets over iemand. Mm-hmm. Welke muziek past bij jou? Wat is jouw favoriete muziek? Soul, maar vooral blues. It's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. Dit is even wat anders, hè, dan de Friese meren. Ja, zeker. Ja, dat is de zeker Brabantse anders. Bossen. Ja, minder wind. Minder wind. Maar hoe is dat als Fries tussen de Brabanders tot nu toe? Hartstikke goed. Ja? Ja. Warme ontvangst, vriendelijke mensen. Veel hartstocht, veel passie voor de club. Ook, midden in Breda. Ja? Ook gezellig. Ja, integreren. Wat wil jij bereiken bij NAC, met NAC? Ik denk dat we met z'n allen iets moeten bereiken. Het gaat niet over wat ik wil bereiken, maar ik zou het ons allemaal gunnen als wij gewoon een stabiele eredivisionist weer worden. Waar bestuurlijke rust is en waar op het veld inzet, strijd, passie en goed voetbal te zien is. Maar NAC en bestuurlijke rust, dat zijn er net twee dingen die vaak niet samen gaan. Nee, maar als er geen uitdaging in zou zitten, dan, weet je, dan was het ook al geregeld. Maar hoe zou die bestuurlijke rust er kunnen komen? Door samen te werken. Er zijn natuurlijk gesprekken met aandeelhouders, RVC, directie. Hoe verhoud je het tot elkaar? En dat is prima. En daar is het nu ook, ook wel het moment voor. En hoe zie je jouw rol daarin als directeur zijn? Ja, ik zit hier een paar weken, dus ik denk dat ik wel met een soort blik van buitenaf, met ervaring van een andere voetbalclub, wel een mening kan geven die nog redelijk objectief is. Dus die rol die zie ik wel voor me weggelegd. Maar wat voor soort directeur ben jij? Je hebt verschillende soorten leiders, hè? Verschillende soorten leiderschappen. Ja. Nou, autoritaire of democratische, je mag meedenken of juist niet. Je mag meedenken en iedereen moet meedenken zelfs. Want ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Mm. Maar ben wel van helderheid en duidelijkheid. En dus als je ergens van bent, verantwoordelijk voor bent, dan moet je er ook iets van mogen vinden. Ja. En daarom met het managementteam hebben we verschillende specialisten aan boord die ook overal zelf iets van moeten vinden zelfs. Ja. Maar NAC natuurlijk gedegradeerd, lastige situatie, er moet heel veel gebeuren. Ja. Ik denk dat de behoefte is aan een hele sterke leider. Zeker. En dat is vooral. Dat ben jij. Dat kan jij zijn. Ja, maar het is niet elke dag met een vuist op tafel slaan en zeggen, jongens. Nee, maar sterk betekent niet met de vuist op tafel slaan altijd. Precies. Dat klopt. Maar het is gewoon goed luisteren, destilleren wat. Weet je, samen bepaal je een richting. En dan moet je koers vast proberen te zijn. Ja. Maar NAC is vaak passie, hè? Mensen zijn heel erg begaan met de club. Ja. Past dat bij jou als persoonlijkheid? Ja, ja. En tegelijkertijd moet je een soort rust moet je blijven hebben, omdat je doel niet is in één jaar en ook niet in twee jaar. Maar we willen graag dat hier over 100 jaar nog steeds professioneel voetbal gespeeld wordt. En dus je zou alles eraan kunnen zetten om direct weer te gaan promoveren. Maar belangrijk is dat je een fundament neerlegt samen, zodat je niet blijft jojoen. Heb je enig idee hoe de hazen lopen bij NAC? Ja, redelijk. Ja? Ja. Hoe lopen die? Ja, ga ik natuurlijk niet vertellen. Nee, maar je hebt met zoveel verschillende stakeholders te maken. Met ieder zijn eigen belang, maar ook ieder zijn eigen blik op de iedereen situatie. Wil wat, iedereen wil meepraten. Ja, en dat mag. En dat is ook goed. Hè? Daarom hebben we bijvoorbeeld een clubraad. Er ligt ook niet het gevaar, zeg maar, dat iedereen zijn zegje wil doen en iedereen belangrijk wil zijn. Zolang maar duidelijk is wat ieder zijn rol is en wat ieder zijn verantwoordelijkheid is. En dan is het prima. Dus maar eentje baas? Hond heeft een baas. Dan heb je natuurlijk aandeelhouders, hè? Drie grote bijvoorbeeld. Die zich eigenlijk liever niet met het beleid bemoeien, maar het dan toch weer doen. Is daarover gesproken? Heb je erover nagedacht? Ja, tuurlijk. Het is ook een van de vragen geweest in de gesprekken met aandeelhouders, met de Raad van Commissarissen. Van, hè, waar begint verantwoordelijkheid en waar houdt die op? En hoe stevig zit en hoe duidelijk zit iedereen in zijn rol? En ik moet zeggen, daar heb ik wel vertrouwen in.
heb natuurlijk bij Heerenveen gewerkt. Hè. Daar had je natuurlijk de groep met Riemen van der Velden. Ja, bij NAC hebben ze de 100 Riemen van der Velden. Nou, kijk, het zijn... Maak de borst maar nat. met Riemer, en ik heb hem vorige week nog gezien bij de wedstrijd, heb ik gewoon een goede warme band. Mm-hmm. We waren het niet altijd eens. Ja. En dat is wat ik zeg. Het verschil in de helderheid in de structuur en duidelijkheid en de verantwoordelijkheid. Dan is een advies, kan niet altijd een bindend advies zijn. En ik denk dat daar, en zeker als ik naar Riemer kijk... Mm-hmm. Is het accepteren daarvan is voor hem nog wel eens lastig geweest. Ja. Maar je hebt natuurlijk drie mannen met veel geld die een beetje de baas zijn van de club. Ja, wie betaalt, die bepaalt, hè? Want zo werkt het toch gewoon? Ja, maar je hebt meerdere belangen te dienen. En het is niet alleen een aandeelhouder. Zij hebben overigens wel het belang van NAC voorop staan, hè? Dat ik dat even absoluut hebben zij het belang van NAC voorop staan. En dat heeft Riemer bij Heerenveen ook. Ja. Maar je moet over aan de professionals. Zou je misschien kunnen zeggen. En zorg dat de professionals met de juiste mensen sparren en klankborden om te kijken of de richting die je denkt op te gaan, of dat de goede is. Ja. Dan ben je pas in dienst bij NAC. Ja. Meteen een degradatie voor de kiezer. Maar goed, die zag je natuurlijk al van mijlenver aankomen. Is geen verrassing. Maar misschien wel een verrassing. En we hebben het over die aandeelhouders en dergelijke. Ja, er is in één keer een groep opgestaan die zegt van, ja, wij willen de aandelen van NAC kopen. Kijk, iedereen die met een goed idee het belang van NAC kan dienen, ik denk dat je daarmee in gesprek moet. Ja, ben je met ze in gesprek? Ik heb al een keer met wat mensen van meerdere mensen geluncht en gesproken en ook verteld hoe ik van buitenaf naar dingen kijk. En prima gesprekken. Ja? Ja. Maar gaat het ook iets worden, denk je? Is het serieus? Dat is te vroeg om te zeggen. Waarom? Ja, omdat dingen pas duidelijk zijn als ergens een handtekening onder staat. Ze hebben een bod neergelegd, wat te laag was eigenlijk. Dus, Dat is een discussie tussen aandeelhouders en geïnteresseerden. Ja, dat is zeker niet aan de directeur. Aan de directie. Zelfs niet om er een mening over te hebben. Ja. Ik kan wel schetsen waar ik van denk op persoonlijke titel wat de meeste rust en de beste structuur zou zijn om NAC succesvol te maken. Ja. Welke is dat? Een bestuurlijk model waarin gewoon de RVC gecontroleerd wordt en gevraagd wordt hoe toets je een directie. Waarin je samen met stakeholders, met de clubraad, met supporters, met sponsoren een beleidsplan neerlegt. Mm-hmm. En vervolgens daar koers vast aan vasthoudt. Ja, maar iedereen mag meepraten, begrijp ik. Iedereen met een goed idee is welkom. Weet je waar we zijn trouwens hier? Teteringen. Ja, Teteringen. Ja. Kadettenkamp heet het hier. Kadettenkamp. Ja, ja. Mooi, ja. Hè? Ja. Weet je niet veel mensen hoor, dat dit stukje hier vlakbij bij Breda ligt. Ik rijd graag op mijn racefiets, dus dan ben je snel in de natuur. Dat is nu ontdekken van alle wegen. Ja. NAC terugbrengen naar de Eredivisie is een belangrijke opdracht. Er zijn mensen die zeggen van ja, dat moet helemaal niet zo snel mogelijk. NAC moet daar de tijd voor nemen. Wat vind je daarvan? Nou, wat ik al zeg, het moet wel een duurzame promotie zijn. Ja. We hebben niks aan promoveren als we het jaar daarna er weer uitvliegen. Maar hoe bewerkstellig je een duurzame promotie? Ha, ik denk dat je een balans moet zoeken tussen het zelf opleiden van spelers, je jeugd inbrengen, ervaring, je huurspelers van City. En daar moet je... Ja, dan moet je kunnen doorselecteren. Dus daar moet talent genoeg in zitten. Ja. Ja, wat al even over de begroting. Als je kijkt naar die begroting, cijfers kan je nog niet noemen, hè? Ben nee, ik bang? Nee, dat klopt. Nee. Nou, dat is jammer. Nee, cijfers. Ja. Kijk, hoezeer ik ook mag, cijfers gaan eerst naar de Raad van Commissarissen. Ja. En die moeten ze goedkeuren. Ja, daar zit ik niet bij. En daar zit jij niet bij. Nee. Je hebt wel een mening. Dat zou, ja. Maar, ja. En dat bedoel ik, hè? Dat is de gewone... Maar belangrijk voor die begroting is natuurlijk of het stadion teruggekocht wordt van de gemeente, ja of nee. Want daardoor kan de huur naar beneden. Ja. Zit daar enigszins beweging in? Categorie broedende kip. Ja. Ja. Al lang, hè? Ja, dat is een redelijk lange geboorte. Ja. Maar de gesprekken die er zijn, en ik ben er van de week bij geweest, die lopen op zich goed. Ja. Dat zijn wel constructieve gesprekken. En ja, er wordt echt wel gekeken van ja, waar ligt de mogelijkheid om inderdaad die huisvestingslasten voor NAC zo laag mogelijk te houden. De degradatie van NAC, heeft dat nog invloed op dat proces of niet? De urgentie wordt groter.
Je hoofdsponsor, CM, gaat in de Formule 1. Ja. Dus op zoek naar een nieuwe. Ja, CM blijft verbonden aan NAC. Ja. Als partner zijn we hartstikke dankbaar voor en ook trots op. Zit je al dichtbij bij een nieuwe deal, wat betreft een hoofdsponsor? Ja, dichterbij is een handtekening. Ja. En op dit moment staat hij er niet onder het papier. In potlood misschien al wel? Maar gesprekken lopen wel gewoon goed. Ja. Nee, tekenen doe je met een pen niet. De Eredivisie wordt verlaten. Het aantal seizoenkaarten is nog even gissen wat dat gaat worden. Ja. Hoeveel er verkocht gaan worden. Ja, wel natuurlijk van het avondje NAC op zaterdagavond. In ieder geval terug naar die vrijdagavond. Ja, met het doel om zo snel mogelijk terug op de zaterdag te komen. En we zullen ook wel een verzoek neer gaan leggen bij een KNVB om te kijken of een aantal van die wedstrijden gewoon echt op zaterdag kunnen spelen. Maar ja, het is geen cafetaria model nee. Waar je het in uit kan kiezen. Maar maakt het enige kans, denk je? Nou, in ieder geval moet je het proberen. Ja. Ja, en dan afwachten wat er gezegd wordt. Je zal in ieder geval veel supporters blij mee maken. Ja, we hebben nagekeken. Twente heeft 1 keer gespeeld op de zaterdag, volgens mij. Ja. Dus de kans dat je het echt krijgt is klein. Ja. Maar ik vind wel dat je verplicht bent aan je supporters om het als vraag neer te leggen. Ja. Maar meer als vragen kan je denk ik niet doen, hè? Vragen pushen en proberen te overtuigen. En als iemand anders erover gaat, gaan zij het beslissen. Ja. Ja. Twente is een mooi voorbeeld, hè? Kampioen geworden. Die zijn kampioen geworden, ja.